Hallo. Hi. Hoe heet je? Ik ben Pieter Verkolkom. Ik ben docent hier bij Fontys Mens en Gezondheid. En wat wil je zeggen over je leeftijd? Ik ben 53 jaar. Hoe zouden de studenten hier op school jou omschrijven? Een beetje gek. Ik doe wel dingetjes die wat anders zijn dan andere docenten. En virtual reality vind ik gewoon zelf heel gaaf om te doen. Dus daar wil ik je graag mee laten kennismaken. Wat vertel je op een feestje dat je voor beroep doet? Ja, dan weer dat virtual reality, dat ik gewoon heel vaak in de virtuele wereld leef. Dus ik eigenlijk gewoon een beetje een soort alien ben of zo, komt het een beetje op neer. Wat denkt je moeder dat je doet? Mijn moeder die weet echt niet wat ik aan het doen ben. Maar die denkt nog steeds dat ik mensen echt gewoon één op één les geef, ouderwets. En wat wilde je vroeger worden toen je klein was? Een verpleegkundige. En dat ben ik eigenlijk ook geworden. En nu ben ik dus docent verpleegkunde. Hoeveel dagen werk je in de week? 5. Fulltime. Hoeveel uur maak je werkelijk? Ja, wel meer dan 40 uur. Zeker omdat ik gewoon een hoop dingen doe, omdat ik het gewoon gaaf vind, vind ik het wel leuk om er meer tijd in te stoppen. Wie is in jouw vakgebied je grote voorbeeld? Ja, eigenlijk heb ik niet zo'n heel groot voorbeeld meer. Ik merk dat ik wel steeds meer het voorbeeld van jonge collega's ga worden. Dat vind ik wel heel leuk om te merken gewoon. Is dat ook het mooiste wat je bereikt hebt hier op school? Ja, eigenlijk wel. Een hoop dingen waar ik voor gestreden heb, gaan ook steeds meer gewoon nu echt gebeuren in de praktijk. En met name dus die anatomieles in virtual, dat is gewoon ontzettend gaaf. Waar is je vaste werkplek? Nou, hier, ik probeer zoveel mogelijk hier te zijn. Natuurlijk ook een kantoor hierboven, maar zoveel mogelijk hier. En wat vind je van de locatie waar je werkt? Nou, dit is natuurlijk gaaf. We hebben heel veel techniek hier in dit laboratorium. En we kunnen hier gewoon experimenteren wat we willen. Wie is je allerleukste collega? Mijn allerleukste collega is Marianne. En waarom? Die kan ik gewoon altijd bij terecht en die doet gewoon ongeveer hetzelfde werk als ik doe en dat is gewoon gaaf. Hoeveel koffie drink je op een dag? Ik drink zo'n 5 kopjes koffie op een dag. Luister je muziek tijdens het werken? Heel soms. Meestal ben ik wel wat serieuzer, wat stiller bezig. Kom je ook vaak te laat? Nee, ik kom in principe nooit te laat. Wel eens files. Meestal ben ik te vroeg. Wat was je allereerste bijbaantje? Nou, eerste bijbaantje? Ik heb in de centrale sterilisatie van het ziekenhuis heb ik gewerkt. Van de kantoor kon ik zo'n wit pak door het ziekenhuis lopen. Ben je trots om een Fontys docent te zijn? Ik ben echt trots. Dat vind ik echt gaaf. Ik vind het leuk als ik die paarse vis gewoon zie staan. Op billboards en dat soort zaken voel ik me echt wel betrokken. En wat zou je iedere Fontys student nog willen meegeven? Kom in virtuality experimenteren. De meest gave dingen kan ik jou gewoon hier laten zien. Dus kom naar het Explore Lab. Helemaal goed. Fijne dag nog. Tot. Oké, tot kijk.